People know me as, you know, John's sideman. Toch heeft hij al jaren zijn eigen band naast Bon Jovi. Maar met hen toeren is geen part-time job. Daarom duurt het ook even voordat Richie Sambora met zijn derde soloalbum komt. You know, I didn't even know if there was going to be an album there. I just was writing for writing's sake. And then after I saw four or five songs come together, I said, "Oh, this is really good. Let's go and make some music in the studio." Dit leidt tot een persoonlijk album waarin hij openhartig is over de scheiding van Heather Locklear, de dood van zijn pa, de knipperlichtrelatie met Denise Richards en het gevecht tegen alcoholverslaving. This record is, you know, as personal as it gets. I think there was no other. People say, "Why would you take the risk?" I said, "I had no choice to take the risk. I mean, what am I going to do? Like sit here and lie to you, like to your face right now? You know what I mean?" Dat er geen woord gelogen is over de teksten hoor je, vooral die over dochter Eva, voor wie hij speciaal een nummer schrijft. I got your picture. Met zijn 53 lentes voelt de single rocker zich nog lang niet te oud om te dromen over een tweede leg. You know, I'm looking for the right receptacle at this point. En daar heeft oogappeltje Eva echt wel wat over te zeggen. She frowns upon me dating younger women sometimes. She feels it's a little inappropriate for me. I think 20s are probably too young for her, but they're not too young for me. Just checking.